Ja, misschien hebben jullie het wel gelezen. Of ze hebben het gezien op tv. Ja, grote reportage over het Openbaar Ministerie van Noord-Nederland. En de politiebaas ook van Noord-Nederland. Die hebben meer of meer hun excuus gemaakt aan de inwoners van Ter Apel. Ja, ze hebben gezegd, ja, we laten die mensen eigenlijk in de steek. Want nu zijn ze min of meer gedwongen hun eigen burgerwacht op te richten. En dat kan zo niet langer. En zij, hè, Openbaar Ministerie en die politiebaas, die doen een oproep. Ja, ze zijn wanhopig aan de politiek in Den Haag. Van ja jongens, doe er nou eens wat aan. Dit kan zo niet langer. Nou eindelijk is het dan zover. Ja, en ik deed dat dus al ongeveer een jaar of anderhalf jaar geleden. Met deze, hier kijk nog maar eens even terug. Met deze noodkreet voor Ter Apel. Mensen, het is een noodkreet krijg ik nu van mensen die mij schrijven. Noodkreten die zeggen, Harry, we kunnen het niet meer verdragen. We zijn er klaar mee. Dit moet ophouden, dit moet stoppen. En dat zeggen ze in hele, hele zware bewoordingen. Want ze zeggen van ja, dan nemen we het recht in eigen hand. Als iemand bij mij op mijn terrein komt, ja, dan weet ik niet wat ik ga doen. Ik pak misschien wel een pistool of ik neem een hondenknuppel en ik sla hem helemaal in elkaar. Er zit een opstand aan te komen daar in Ter Apel. Ja, vrienden, dit is ongelooflijk. Ja, dus die mensen die zeggen van ja, luister, we staan op het punt, we hebben een kantelpunt. Het moment is aangebroken dat we die mensen gewoon gaan aanpakken en dat we dat tuig, want dat schrijven ze letterlijk aan mij, dat we dat tuig zullen laten voelen hoe zat we ze zijn. Ja, zover heeft de overheid het laten komen daar in Ter Apel. En dat is toch een schande. Ik voel mezelf gewoon bezwaard als Nederlander. Dat er zo wordt omgegaan met Nederlanders. Dat er zomaar constant door die politiek wordt weggekeken. Met dit hele gebeuren. Van ja, ze lossen het daar maar op. Ja, in Aardehout, daar val je niemand lastig, maar wel in Ter Apel. En dat is het punt. En daarom, vrienden, het is een noodkreet dit. En daarom zeg ik, namens Ter Apel, zeg ik, Den Haag, doe er wat aan! Hey, Den Haag, gaan we nog wat doen vandaag? Alles gaat op veel te traag.